Hey, Ik ben imposter samen met fucking... Of course. Natuurlijk ben ik imposter samen met... Ryan! Ah, kan het niet anders. Weet jullie de vorige Among Us video nog? Dat ik imposter was met Ryan? Ah, good shit. Good fucking shit. Oké, Ryan, what you gonna do? What you gonna do with that big fat... Kan ik hier wat doen of niet? Saai! Ik wil gewoon iemand even de nek omdraaien en wegventen. Kom nou. Ik ben ook wel zo'n vent, hè? Hi Isa. Hi Siri. How you doing? Karyanan zit hier ook te chillen, joh. Oh, even wat geluid erbij. Ik kan zien dat iemand naar binnen loopt, dan... Geblep. Knife. Geblep. Oh. Goodbye. Dionne zit ook gewoon daar te chillen. Het mooie is, ik ben natuurlijk nooit door die deur gelopen. Dus de persoon die op cam zit, die gaat dat niet kunnen zien. Hey little mama, let's be whispering here. Maar volgens mij gaat Blauw gaat dat wel zien trouwens. Of niet? Gaat Blauw niet daar binnen? Hey little mama, let me whisper in your ear. Ga gewoon weapons doen, joh. Hoppakee. Hallo. Hey, hey little mama. Hallo. Ik heb Rudy gevonden. Maar die lag in de muur in Navigation. In de muur? Ja, ik zag de body niet, maar wel de report-knop, zeg maar. Oh, oké. Dus die was denk ik buiten de map. Bijzonder. Oké, nou ja, ik hebben was Hebben we Rudy nu al het schip uitgegooid dan? Dus... Even de kaart erbij. Foto er nu al uit. Ja, ja, hij was buiten het schip, zei ze. Oh, ik was helemaal lekker aan de linkerkant aan het chillen, dus ik heb hier niks mee te maken. Chill. Ah, op het laatste alleen, hè? Wie zat er op cams? Nee, direct. Ja, er zat iemand op cams inderdaad. Ik ging kijken en toen was die persoon al weg. Ik zat op cams. Ryan wel daar gezien. Ik was bezig Nee, klopt inderdaad. Zeker. Wacht, Erwin, vertel. Je hebt iets vertellen. Ik zat op cams en toen zag ik jou aankomen lopen vanaf cafeteria naar Med Bay. En ergens in mij dacht ik... Dat dacht ik dus al. Nee, maar ik heb Ryan... ook aan de rechterkant gezien. Zeker waar. Klopt inderdaad. Ik ben Oldie en Siri ben ik daar tegengekomen bij de communication. Ben ik inderdaad naar navigation gegaan en daarna naar boven naar weapons. Ik kwam als laatste Saar tegen. Ik ook daar was jij volgens mij niet langs. Maar Isa, waar lag de body, zei je? Navigation. Oké, maar jij hebt niemand in navigation zien lopen? Nee, want ik liep volgens mij Nou, die vraag was meer voor Erwin, want die zat op cams. Oh. Oké, Ryan, jij zegt Maar jij was aan het begin... Ja, ik zag Rudy erin lopen. Oké. Maar Ryan zegt tegen mij dat hij dus naar boven via weapons is gelopen. Daar ben ik best wel lang met de test bezig geweest, maar ik heb jou niet langs zien komen. Maar ik heb letterlijk samen met... Wat? Ik ben wel met jou daarheen gelopen. Hij is er wel langsgekomen, maar ik vind één ding verdacht, Ryan. Ja. Ik heb jou voor het laatst met Siri gezien in admin. En ja, dat was 30 seconden geleden. Ja, maar daarna ben ik gewoon weggegaan. Ja. Ik zag in ieder geval Saar. Met of zonder Siri? Met of zonder Siri? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ja, ik ben wel eens Erwin was wel in het begin. 10 seconden, jongens. Zus, waar is het, joh? Nee, op het begin waren ze nog leven. Ik heb Siri heel vaak gezien. En toen ben ik naar de linkerkant gegaan, toen zijn ze dood allebei. Ik heb sowieso zus op Ryan. Spannend. Ik vind het goed. Ik vind het sowieso raar dat Ryan aan het begin van de game naar links ging en daarna gelijk naar rechts was. Ik weet niet of hij links deed. Hey joh, Ryan, altijd zus op Ryan. Dat is een poep aan zijn been zeker. Dat is een beetje het ding, hè. We hebben altijd zus met z'n allen op Ryan. Oké, ik moet eerst eventjes mijn kill cooldown weer eventjes fixen. Oké, er zitten een paar mensen bij weapons. Heel veel mensen bij weapons. Het is hier te stil. Ik ga wel gewoon weg. Hey Ryan, how you doing? Waarom staat hij nou weer stil? Ryan, wat ben je nou weer aan het doen? Hij loopt ook gewoon door. Oké, sure. Dat ik maar even wat doen. Ik had eigenlijk Wouter moeten killen en moeten venten. Dat was leuk geweest. But I did not. Dat was wel even een mooie play geweest. Hoi, Onity. Onity had ik wel kunnen killen. Eigenlijk. Now I think about it. Kan ik hier wat doen of niet? Ik kom achter me aan. High in the place. Het is wel een beetje druk hier, though. Not gonna lie. Oeh, dat was jammer. Kan je zo stupid zijn? Ik zag jou venten voor mij in Navigation. Wat? Oh my god. Ik was in Shields? Vraagteken. Ik liep daar samen met Dionne. En ik heb daar toen Shields gedaan. Jij was in Navigation. Ik liep naar Navigation. Ik zag jou daar. Was je een upload of download zogenaamd aan het doen dus. Oh, dat, en toen kwam met Erwin was teruglopen. Ook, ja. En toen liep Erwin naar beneden. En jij liep naar boven. En toen liep ik O2 in. En toen liep ik O2 weer uit. Klinkt heel sus. Ik ben het niet. En toen liep ik naar boven naar de... Niet navigation, hoe heet dat? Met dat schieten, weapons. Zeg maar. Weapons, ja. En toen zag ik jou echt net gewoon venten. Gewoon, ik zag net dat groene kopje zo, woep,
Okay. Oh. Waarom zou Joost venten vanaf weapons naar navigation? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. ik liep inderdaad wel mee naar boven. Ik zat even te denken dat je dat eerder bedoelde op shields. Maar ik liep wel mee naar boven. heb toen in navigation wat gedaan. Maar ik snap verder niet helemaal waar die accusations vandaan komen. Ik kan nu wel naar Isa wijzen. Maar ja, ik heb Isa verder niet meer gezien. Dus ik vind het een beetje raar. Ik kinda trust Isa hierop. Want... Ja, dat mag. Kijk, weet je kan me er best wel, je kan me er best wel uitvoden. Maar ik zou toch... Oh, wacht. Het is 7. Het is 7. Moeten we... Moeten we wel of niet aan voten? Nee, ik zou het niet doen. Niet voten op 7, toch? Of wel? Ik weet het niet. En Erwin is Isa zei wel. Nee, maar... Nee. Ja, maar jij bent... Ik zag Joost echt venten. En jij die vent Joost. Dus dan kan het niet anders dat jij als tweede... Hoe die Joost dan? Dat hoeft niet. Oké, dan ben je Joost. Kijk, ik kan nu wel terug gaan wijzen naar... Maar is Isa cleared? Ik heb Isa verder niet meer gezien. Ik heb dat alleen even gezien met jou, Erwin. Toen ben ik doorgelopen. Dus ik heb een beetje het gevoel dat dit gewoon zo'n... Ik ben al klaar met blatant fingerpointing is. Kijk, wat wel zou kunnen is... Ryan heeft wel bijna dezelfde kleur als mij. Dus misschien dat ze in de war was. Want we hadden net zus op Ryan, toch? Nee, ik skip me de vat. Nee, het was echt... Ja, nee, ik zou sowieso niet voor op 7. Het was niet. Kijk, normaal zou ik zeggen, stem eruit. Maar dan riskeren jullie een double kill. Houd Jones gewoon in het achterhoofd, mocht hij rare dingen doen. Ga lekker voor camera zitten. Dat is wel beter. Oké. Daar ben ik mee weggekomen, holy shit. We gaan Isa gewoon laten leven tot het bittere einde, joh. Dat wordt mooi. Dat wordt heel mooi. Isa laten leven tot het bittere einde. Ik moet even wachten totdat mijn kill cooldown is een beetje gereset. De lights heb ik gewoon aangezet, zodat ik even random stil kon staan. Not gonna lie. Goed. What we gonna do? Het was ook wel mooi dat ik zeg maar gepakt ben op die random plek. Want zeg maar, het was gewoon niet echt een nuttige plek voor mij om dood... Oh, kut, sorry. There we go. Het was voor mij niet een hele nuttige plek om... God, hoe moet ik dat uitleggen? Oh, het was voor mij niet echt een logische plek om daar te venten, laat ik het zo zeggen. Ik blijf hier gewoon even staan totdat mijn kill cooldown is gereset. Dat is eigenlijk alles wat ik hier ga doen. En dan call ik een reactor, zodat ze allemaal weggaan. Het is goed dat Erwin op camps blijft zitten, trouwens. Deke Express. Ik moet hier even weg, namelijk. Oké, waar zit iedereen? Hier zit sowieso links, dus dat is fijn. Hij zit nog steeds op camps, though. Dat is heel erg kut. Want ik ben hier namelijk nooit naar binnen gelopen. Ik vind het wel weg. Oké. Aight. Bodylag weapons. Oh, oké. Dan is dat Joost. Dan is het Joost, ja. Oké, en waarom? Oh. Heb ik jou bij weapons zien lopen. Ik heb onder die niet gezien, dus dat is raar. Maar ga door met je verhaal. Vanaf camera een tijdje terug. Ja, ik was wel early game, was ik rechts. Ik ben toen van shields helemaal doorgelopen richting weapons. Maar ik heb Ondi daar niet gezien. Klopt. Okay. Mijn argument waarom het Joost zou zijn, is omdat wij eigenlijk met de hele lobby links stonden. Behalve Dionne en Joost. En nu is Dionne dood en Joost niet. Nou ja, ik ben links geweest. Ik ben bij Electrical geweest aan het begin. Maar ja, voor de rest, ik had nog een task boven in cafeteria. Ik stond uiteindelijk in admin. Met Saar op camera. Ja, klopt. Ik stond met Ryan in Reactor, toen liep ik weg, ging Reactor af, hebben wij Het was Isa, Ryan, Nat Vlees, liepen met z'n drieën naar Medbay. Het was van, Reactor, en toen ook. Terug naar links. Hey, Wouter is ook dood, hè? Ja, dat was een ronde geleden al. Dat was vorige ronde. Oh, sorry. Ja. Niet opgelet. Maar ik denk dat Joost op dit moment een veilige foto is. Ja, kijk, we moeten sowieso foten. Laat ik wel zeggen, stem mij. Dan wordt het heel makkelijk voor de imposter sowieso. Want ik heb Dionne dus niet gezien. Dat zou Erwin moeten weten op camps. Maar je liep met haar naar boven. Nee, maar als jij op camps zit en jij beweert... De body lag in weapons, zegt Natvlees net. Ja, dat kan ik niet zien. Dan heb je Dionne toch niet kunnen zien. Dan is Dionne nooit in weapons. Ik zag Dionne wel naar richting weapons lopen. Ja, daar lag de body ook. Ja. Maar als zij in weapons dood is gegaan, dan is het toch nooit in campvision geweest. Het laatste moment dat ik jullie heb gezien, was dat jullie allebei naar boven waren gelopen in de buurt van Weapons Cafeteria. En daarna zijn jullie niet meer op andere camera's gezien. Ja, early game ben ik daar geweest. Ik heb Dionne niet gezien. Maar ja, je mag mij eruit stemmen. Nogmaals, je maakt het jezelf heel moeilijk zometeen. Kijk, ik wilde me net mijn leven geven, maar toen waren het 7 man. Toen dacht ik van, ja, oké, misschien niet al te handig, want dubbel kill zijn oud. Als je het nu doet, dan zijn we met z'n vijven, of jullie met z'n vijven, met 2 imposters. En dan wordt het erg lastig voor jullie. Dat wordt sowieso lastig. Ik skip vote. Henry Land. Nou ja, succes met 2 imposters, jongens. Stuur Ryan naar de ballenbak. Vervloek jij Henry Land. Ja, nee. Kijk of ik Henry Land nog een beetje kan helpen. Go Henry Land, you got this, boy. You got this. You got this, Henry Land. I'm so proud of you.
You can do anything you want, Henry Lynn. Oké, dat is het nadeel van te veel venten. Dan loop je niet vaak genoeg langs op camps. Maar dat is bullshit. Nou, tenzij Dionne dus even een seconde in camps vision is geweest. Lijkt me sterk. Dan had Erwin het kunnen zien. Maar ik heb het gevoel dat Erwin er niet heeft kunnen zien. Of ja, wel, anders zou ze er natuurlijk nooit over praten. Henry Lynn, je staat nu wel iets te lang bij... ik wou net zeggen. Je stond iets te lang bij download. Hij kan hier best wel een kill maken, though. Not gonna lie. Het is best wel bonker. Niemand ziet dat. Come on, het had gekund. Nou, niet meer, though. Dat was een Henry lijntje, of niet? Dat was voor mij zo'n Henry lijntje, ja. Echt? Wat, heb ik er gestoken? Huh? Wacht, check even je mes. Jammer. Nee, man. Ik heb Henry lijntje niet eens gezien, joh. Isa. Ik heb die kill niet gezien. Ja? Isa dan. Wat denk jij? Wat denk ik? We zitten in ieder geval wat de Joost doet. Of jij bent echt goede derde imposter nu, maar aangezien jij Joost heel erg defende de eerste ronde... Mm. Ben jij Ryan, voor mij ook... zus, maar dat, ja, ik kijk, heb niet gezien wie die kill heeft gemaakt net. Het ging zo snel. Nou, ik dacht dat het Ryan was. Dat Vlees dacht dat het Ryan was. We kunnen ook skippen en we kunnen de laatste task afmaken, maar dat maakt het wel erg spannend dan. Wie moet überhaupt de laatste task? Ja, wie moet de laatste? Nou, ik ben klaar. Maar Isa, weet je wat het is? Ik weet nu 100% dat jij safe bent, want jij had toen Joost met die vent gepakt. Nou, Joost is dus nu duidelijk een imposter. Nee hoor. Erwin heeft ook gelijk Joost geëxposed met de cams. Ik exposed ook Joost gelijk. En Ryan had de vorige ronde ook niet gestemd. Dus ik denk dat Ryan een hele veilige vote is. Dus het is not Vlees. Dus ik ben. Dit is gewoon de Vlees. Wacht. Wie moet er nog die task? Nou, ik niet. Dat weet ik dus wel. Ik ook niet. Isa. Maar ik denk dus iemand, ik denk iemand die dood is. Not gonna lie. Gokje mag wagen, is het. Het is best wel obvious. Ja, ik weet niet. Oh. Weet niet zeker? Voor alle geestjes, doe je task! Als het één task is, dan zijn we... Weet je, Isa, ik geef het hier aan jou. Wat doen wij? Nee. Nee, we kunnen ervoor zorgen dat of niemand eruit gaat, of iemand eruit gaat. Het als je mij eruit hebt, heb ik ook... Het is like één task of zo. Dus, en dan hebben we eerst een kill cooldown, en daarna moet er nog een kill gemaakt. Als het spookje zijn task doet... Dan wil ik het best riskeren, denk ik, om te skippen. Wauw. Erwin moet altijd dood. Ja, je hebt gelijk. Maar alsjeblieft, hou die anderhalve meter afstand. Ik had eigenlijk wel goed. Je mag gewoon in een vierkantje tegenover elkaar gaan staan. Maar ik was eigenlijk alleen maar focused op de right side. En ik laat de rest een beetje links kutten. Toch klaar met onze task. Dus. Maar whatever. Don't get away. Don't get away, boys and girls. You are locked in here forever. Ik vind het wel leuk dat er dan mensen... Ja, ik kan ook niks doen. Ja, wel goed gespeeld iedereen. Nice. Okay. Wie was de tweede? Ik! Oh my god. Henry Land was het toch? Ja, zie je nou? Erwin, had je nou Dionne wel in campvision gezien of niet? Ik zag jou en Dionne zag ik allebei zeg maar naar boven toe lopen. Ja, maar voor mij, Dionne kwam uit cafeteria. Dus ja. ik vond het heel raar dat jij er hebt gezien. En dat was mijn ding. Ik zag Dionne uit cafeteria weapons inlopen, denk ik, easy kill. Want jij zat, ze was niet in campvision geweest. Okay. Daarom vond ik het zo raar. Letterlijk omdat Ryan zijn outfit heeft gechanged, kan ik nu niet meer met hem imposteren. Dat is heel jammer. Oké. Dat was mega snel. Dat was heel snel. Siri is weer gewoon gedaan. Ik heb het gevoel dat het een hele daadje was, ook, of niet? Siri, heb je meer tijd om je audio te fixen? Ja, dacht ik al. En bij wie? Video. Ja, een soort van eigenlijk. Wie liep er net naar navigation? Ik ook. Rechts is dat. Nee, ik liep naar navigation. Waar is het allemaal, Rudy? Ik wil heel graag dat je mij de schuld hebt gegeven, want ik ben crewmate. Ik sta bij weapons. Nee, het was niet een volledig etaldaadje. Het was wel een... ik zag haar nog omvallen, maar ik zag haar net niet lopen, zeg maar. Ik heb Siri trouwens niet gezien, dus waar lag ze? Ze lag bij... onder weapons eigenlijk net. Dan een beetje richting... Letterlijk achter mij dus, grappig. Ik heb met Saardar gelopen. Ja, ik sta bij weapons. Oké, dat wel inderdaad, ja. Eerlijk gezegd. Liep er iemand voor Rudy? Want ik tussen weapons en O2. Die stond er ook weer met mij in admin. Ja, maar dan moet Joost het wel zijn geweest. Ja, ik liep helemaal vooraan. Ik heb Siri zelfs niet eens gezien. Ik liep helemaal vooraan. Dus alleen Joost, Rudy en Siri gingen er net in het begin. Blijkbaar. Nee, ik ben er ook geweest. Ja, en Saar was er geweest. Alleen maar stil. En Ryan was er ook. Ik ben er ook geweest, alleen ja, het heeft voor mij geen nut voor mij om dit te zeggen als ik de imposter zou zijn. Wacht hè, Ryan was er ook. Ik ben zeker bij Navigation geweest. Oh, die heb ik niet eens zien. Kijk, al zou ik imposter zijn geweest, zou ik natuurlijk nooit zeggen, want ik liep helemaal vooraan en niemand heeft me gezien. Dus het is, ik was daar gewoon. Oké, dan heb ik geen idee. Dan denk ik Ryan of Joost. Ik skip. Nee, dit is echt erg. Ik zeg nou juist... We kunnen hier nu wel blijven zeiken, maar we gaan toch niet uitkomen. Ik wil godverdomme hier mijn test doen in navigation, joh. Was al snel. Was een snel killetje. NGL, not gonna lie. Dit is ook wat ik aan het doen was. Ik was net aan het downloaden. Voordat er werd gebuttend. Nou ja. Ik zat even te denken, ik moet naar admin. Laat ik even naar admin venten, maar dat gaat helemaal niet. Skaboosh. Zo'n lekkere J6 koffie in de chat. Ik vind die... al die J6 emotes, ik word er wel blij van, jongens. Lekker hoor. Het is wel koud.
Oh ja, admin. Nou, rond maar op. Ik hoop dat meer mensen er geen zin in hadden. Ik was niet die enige, joh. Kunnen we even kijken wat Onnerdy en Saar hebben gedaan hierom? Hebben we nog wat uitgespookt? Onnerdy en Saar kwamen hier wel vandaan. Hallo, Camps. Het is redelijk schoon hier. Oh ja. Oh, ik wil even dat Wouter mij ging killen, maar... Erwin, had jij, heb jij mensen... Wie heb je allemaal O2 in zien lopen? Iemand die op camp zat, wie heb je allemaal O2 in zien lopen? Erwin is dood. Ik heb een nat vlees, heb ik O2 gefixt. Nee, ik wil weten wie er allemaal O2 is ingelopen. Of iemand op camps. Oké, Wouter, heb je nog wat gezien? Nou, ik ben wel benieuwd wie er op camp zat. Oh, jij was niet op camp. Wie zat op camps? Endgame. Ik heb geen idee. Ik zag het knippen, er zat iemand op camps. Oké, kan iemand foutje voor... Waarom zou je daarover liegen? Want dat is niet een imposter dingetje of zo. Nee. Oké, heel weird. Misschien dat Erwin letterlijk net voordat ik report is gekillt op security. Dat is een theorie. Welk lijk heb je gevonden en waar? Ik heb het lijk van nat vlees gevonden in O2. Oké. Ja, ik heb me gefixt met nat vlees. Maar dat is al even geleden. Ja. Ja, ik heb Rudy nog gezien. Ik ben nu Upper Engine. Ik zag inderdaad de camera aanstaan boven met B. Het ding was, ik hoefde niet meer rechts te zijn. Maar ik zag in storage Saar samen met Onnerdy uit Shield lopen, zeg maar. Mm-hmm. In storage. Dat ik van, nou ja, weet je, ja. Als persoon ga je dan even kijken of er een van rechts naar links. Van links naar rechts. Ik zat in storage en Onnerdy en Saar liepen gewoon die gang uit, zeg maar. Ik vond Saar wel een beetje verdacht. Want ik zat daar met haar in storage en met ineens een deur dicht. Jongens, heel tussendoor. 2 seconden voordat de body gereport was. Kan je voor iemand vouchen die niet in security was? Nee, ik kan voor niemand vouchen in dit geval. Ryan nee, was niet van security. Jou, ja. Nee, er ging een vent open namelijk. Oh, 2 seconden voordat het ding ging, zag ik in security ja, een vent Ja, dat is mijn theorie dus wel waar. Want ik zag dus iemand op cam zitten. Dat was dus Erwin. En waarschijnlijk is Erwin letterlijk een fractie van een seconde gekilled voordat ik reportte. Ik heb het idee dat Rudy zegt dat hij een upper engine was, maar dat hij gewoon een security was. En dat hij in het begin ook zelf report heeft toen hij zag dat ik aankwam. Nee, dat kan haast niet. Dat kan, qua lopen kan dat gewoon niet. Dat is wat. Hoezo? Je bent toch bij upper engine en security? Upper engine. Is hij afgegaan? Nou ja, kijk, als de kill op Hermes zo vers is als ik denk, dan is het lastig om naar upper engine te rennen. Ik stem voor de saves die op Saar. Meerder is daar net gevent. Oh, wacht, nee, 7. Stem skip. Sorry, ik zat hier na te denken. Maar Roos, waar was jij dan überhaupt? Ja, in O2, ik heb de body gecalled. Dus dit zou mogelijk nog als self-report kunnen zijn. Nou, laat maar. Ik was mijn pathing aan het uitleggen, maar toen ging iedereen door me heen. Ik zag het zelf opnieuw. Want ik zag Saar en Onnerdy uit die route komen, dus ik ging gewoon voor bodies checken en ik vond een body in O2. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het een van hun twee is, want... Like, je kan daar ook via weapons zijn gelopen, zeg maar, of gevent natuurlijk. Het is wel een beetje een far-fetched catch dat zij daar samen vandaan komen. Maar Onnerdy had ook wel sus op Saar. En Saar kon Onnerdy natuurlijk niet killen vanwege de kill cooldown, mocht zij die kill gemaakt hebben. Dus dat zou best wel een valide... Staat allemaal, wauw. Alle switches stonden uit. Dus dat zou best wel een valide strategie kunnen zijn. Jongens, hij is al lang gefixt, toen er niet zo. Het is ook slim om Ryan eerst te killen. Ik denk ook dat Rudy het misschien wel is. Want die weet dat. Of Wouter. Ik weet niet of Wouter dat weet. De body van Wouter lag in security. Ik denk dat Rudy de imposter is. Hoezo? Ik ben nu echt bij Shields. Nee, er is maar één... Kijk, ik zat al een beetje te denken van... Erwin zit de hele tijd op security. Heeft daardoor net de game kunnen winnen. En 5-head imposter zou dan natuurlijk Erwin killen. Jij was net zus omdat Wouter dat callde bij security. Was ook als enige samen met Wouter in security. Dus ik zuste of jou of Wouter maar niet hard genoeg. Daarom ging ik op Saar. En nu is Wouter dood in security. Dus Rudy blijft over. Je weet over. Van mijn perspectief, want ik zit het nu ook even te bedenken. Jij bent 3 keer bij de body geweest. Waarvan 2 keer gereport. Ja, duidelijk Rudy. Stem maar eruit jongens. Dan zijn we even van 1 af. Ik denk dat we daar Saar in de gaten moeten houden. Nee. Mijn zus was Joost sowieso. In de tweede had ik eigenlijk geen idee. Ja. Mijn vermoeden lag op Saar, maar ik dacht ik eigenlijk... Ik wil een beetje terugkomen op mijn pathway van net. Saar en Onnerdy kwamen dus in storage inlopen via rechts. En toen dacht ik van oké, ze lopen met z'n tweeën. Kill cooldown. Even checken of daar body ligt. Body lag in auto. Dionne bleef wel heel lang stilstaan in Appen. Waarom deed dat? Want omdat ik jou fucking eng vond. Maar ik ben... Ik kwam Saar zojuist tegen een shield. Ze heeft me in ieder geval niet gekillt en er is maar 1 kill gemaakt. Ze had me daar easy kunnen killen. Ja, maar dat hoeft het niet. Ja, Rudy, anders Joost, ook. En ik vind die foto van Joost vind ik echt super snel. Oké, maar ik denk. Ik denk weer niet dat het Joost is. Want Joost ben ik ook super lang mee in Electrical geweest. Kijk. Als hij had gewild, had hij mij wel kunnen killen. Ik denk niet dat iemand anders in deze lobby in staat is om te bedenken dat Erwin sowieso dood moet. Omdat hij alleen maar op security zit. Ja, maar Erwin is een player dan en die moet dood. Hoe dan ook.
of die nou slim is of niet. Nee. Wacht maar, even tussendoor. Nee, maar zoveel IQ had ik al eens niet net hoor, toen ik imposter was. Dat kan een random kill zijn. Hoe zit het met de task? Want hoe ver zijn we? Ik heb niet die balk gezien. Niet opgelet. Ik moet er nog één. Ik ben alleen maar kijken voor suspicion. Er wordt nu echt op mij gevuurd, maar ik weet alsnog niet echt waar Ryan is. Nee, er wordt niet op jou gevuurd, alleen door mij. Ik probeer de rest over te halen. Ik vind die leiding gevaarlijk voor mijn... Rudy had mij wel easy kunnen killen daar. Ja, maar het hoeft niet. Ja, Sarah mij ook in zekere zin. Kijk, we moeten er nog één lijn met jongens, vorige ronde, Rudy en Wouter zaten allebei links als enige. En daar is hoogstwaarschijnlijk Erwin gekild. Maar en Wouter zag een vent. Wouter is nu ronde ook dood. Rechts, voor mij, tweede ronde, heb jij de body gereport. Ja, maar bedoel, kijk, je kan mij nu wel gaan ik weet het niet, Goed zo. Oh. Hou Sarah in de gaten, jongens. Ik moet hier boven zijn, trouwens. Het kan eigenlijk alleen maar Rudy zijn. Like, dat was het meest logisch. Het zou ook Dionne kunnen zijn, trouwens, in plaats van Sarah. Dat wil ik nog wel even zeggen. Dat zou best wel kunnen. Ook Rudy's verdediging was veel te paniekerig. Dus ik denk dat het eigenlijk haast wel Rudy moet zijn geweest. Even kijken. Oh, wie komt eraan? Henry Land. That's fine. Oh, Dionne komt hier ook. Wat ga je doen, Dionne? Niks? Oké. Okay. Wat zit Dionne hier te doen? Dionne is weg! Oké, okay. Dat is interessant. Hey, Henry Land. Yo. Jij zat bij Map Camps, toch? Klopt. Zag jij Dionne security inlopen? Oh, nee, daar heb ik niet echt naar gekeken. Ik heb wel Isa uit admin zien lopen. Maar... Ja, maar dat boeit niet. Ik zat op camps met Henry Land. En toen zag ik Dionne security inlopen op camps. Want daar zit een hele mooie cam. En toen dacht ik van, oh, dat vind ik raar. Ik ga even kijken wat er gebeurt. Maar Dionne was nowhere to be found. Ik, waar zit ik? Even kijken. Ik ben gewoon mijn tasks gaan doen. En ik zit nu, ja, ik weet het niet. Ik ken niet... ding niet uit mijn hoofd. Oké. Okay. Maar was heb was mijn jij... task zitten doen. Maar ik heb ben ook jij niemand liep security in op een gegeven moment en ik en Rijn zaten helemaal bovenin bij dat scherm. Wat heb jij toen gedaan? Laat ik wel zeggen dat het wel zo is dat ik ben met Babe, ben ik best wel even met Dionne heb ik daar gestaan. Ja. Ze had me ook wel makkelijk kunnen killen. Het niet per se dat het iets zegt, maar ik heb wel lang gewoon met haar gestaan. Nee, ik wil ook niet zeggen dat, zeg maar, het is gewoon heel gek dat je security inloopt en dan check ik of je er nog bent. Ja, maar ben ik check sowieso gewoon, ik heb al die pijltjes die gaan overal naartoe en ik weet niet per se waar ze zitten. Okay. Dus dan loop ik gewoon die kant op en dan is het soms een kamer in en denk ik, oh nee, maar daar moet ik niet heen. Nou, maar zei Saar ook al niet dat Dionne gewoon echt best wel lang stil Ik wou net zeggen, want ik zat gewoon net maar ik ben Maar ik vertrouw Saar dus niet. Maar waarom? Want ik zat gewoon mijn task te doen. Saar, wat heb je gedaan? Maar dat eerste potje zat jij op mij te wachten. En dus ging die deur ineens dicht. Dus ik verdenk jou heel erg. En ik wilde die swipecard doen in admin. En jij stond daar. Dus ik wilde niet tegen je aan gaan staan. Want ik was bang dat je me ging killen. Dus ik wachtte. Oké. Wat ik nu heb gedaan? Ja, gewoon. Ik moest mijn laatste task doen in Electrical. Dus daar sta ik. Ik denk serieus dat het Saar is. Maar goed. Nou, dat is gewoon echt sowieso niet aan het doen. Laten we hem skipfoten, want er is een kans dat Onder die naar binnen liep en meteen weer naar buiten liep. Omdat ik natuurlijk van camps afging, kon ik dat niet zien. Maar het was voor mij een obvious vent. Het hoeft dus niet. Ik wilde gewoon even buttonen om het aan te geven. Ik moet nog één task doen, dan ben ik klaar. Laat dat tasken. Maar een vent is toch gewoon zo'n hokje ingaan? Ja. Ja. Maar dan, ik liep gewoon in en uit. Ja, dat kan. Dat kan best, dat zij in en uit liep. Ik ben gewoon klaar met mijn task, joh. We gaan even kijken wat er gebeurt allemaal. Isa vind ik ook eens ook een beetje verdacht. We kunnen Isa wel een beetje in de gaten houden. I'm just checking around, you know. I'm just checking around. Er is iemand op camps, dat is heel goed. Ik ben gewoon even een beetje aan het kijken wat al onze medespelers allemaal aan het uitspoken zijn. Het zou best wel Isa kunnen zijn namelijk. Dionne vind ik natuurlijk nog steeds een beetje sus. Er zit rechts verder niemand meer, dus ik hoef daar niet echt helemaal heen te duiken. Er wordt ook niet heel veel gedaan qua call-out of qua report, hoe noem je dat? Henry Land. En is dat Saar? Ik weet het echt niet. Dionne loopt rechts. Maar ze zit echt te zoeken ofzo, zie je dat? Ik weet niet precies wat ze nou aan het doen is. Ik kan wel even een kill baiten. Ik ga een kill baiten en hopelijk in campvision. Oké, laat ik lights wel fixen. Zo. Waar is Dionne? Dionne is als enige ook gewoon niet hier. Ik ben een beetje van Saar afgestapt. Ik had Saar als zus omdat ze eruit liep, maar en omdat Dionne het zei. Maar Dionne kan het ook heel goed zijn geweest. Oké, Saar loopt maar even met me mee. Zit iemand op camps? Niemand zit op camps, dat is erg vervelend. Waar is Dionne? Het zou best wel heel goed Dionne kunnen zijn. Maar ik ben nu een beetje aan het rennen voor Saar, want ik vind het eng. Oké, Saar killde me niet. Saar had me best wel kunnen killen daar. Oké, Saar zit op camps. Nou, laten we Saar lekker op camps. Hallo, gaan we nog iets vinden? Of hoe zit dat? Bodytje misschien ergens? Dit is, Oké. Ik vind het wel mooi dat elke keer light wordt gefixt als ik heel erg in de buurt zit. Ah, Dionne. Found je, Dionne. Je gaat ze Saar killen. Waar lag de body? De body lag in admin. Waar ben jij geweest, Ik zag Dionne? Isa daar met die... Dionne, Isa.
En nog iemand. Ja, en Ryan. Issa was daar, samen met Henry Ryan. Ik ben daar weggegaan. Jullie zijn er met drie naar binnen gelopen. Ja, ja, ik Dionne heb daar... wel mijn naam. Ik heb daar een, ik weet al wie een download gedaan. Het is of dus Issa of het is Dionne. Nee, maar ik ben daar weggelopen. En, Dionne is als eerste die ruimte uitgelopen. Een, precies. Issa, die Issa die bleef daar staan, samen met Henry Ryan. Nee, en, ik heb een download Ryan. Gedaan, dus ik zag niks. Dus dan moet het Dionne zijn. Nee, Joost, ik was daar al lang weg. Om te laten was zien er al lang weg. Dat is goed, want ik wilde jouw naam ook even zuiveren. En toen jij op cams ging, heb ik je met rust gelaten. Ik wilde eigenlijk een kill beter bij Issa of Dionne. Dat was ik al aan het proberen. Ik was daar al lang weg. Al lang? Ja. Jij liep echt als eerste weg daar, Dionne. Ja? Ik zag het liep, op camera. Maar Issa en Henry en Ryan, die bleven daar staan. Waar lag de body precies, Issa? Ja, zeg maar bij die tafel. Ja, aan de tafel. Kant van de... Ja, de linkerkant van de tafel iets erboven. Ja, maar dat is echt naast download. Echt naast. Ja, ik heb het niet gezien, want ik heb zeg maar die download gedaan. Want ik weet dat we daar met z'n drieën waren. Maar ja, we waren daar met z'n drieën en ik ben als eerste daar weggegaan. Jij bent daar met hem achtergebleven. Het is voor mij sowieso wel duidelijk. Want ik zat heel erg op Onnedi, maar ik heb haar een beetje gevolgd en gekeken. Maar dan zou jij mij dan moet je het gezien hebben. Dan had je het al lang eerder. Nee, ik kan het niet zien als ik in een task zit. Oké, ik stem Issa. Dat zie je wel. Ik stem dat Issa. Dat zie je niet, want dat is je beeld. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Sick. Ja. Nice. Fuck. Yeah. Hey. Dat is echt de eerste keer dat ik goed gebruik maakte van de kermis. Toen ik het ook een beetje begrepen. Hoe zag je mijn body niet in het begin, Onne? Oh god. Ik zat al. Het was echt gewoon dat Issa zei: hij lag links boven de tafel. Ik denk dat moet je gezien hebben. Ook al zit je in downloads.